kom dus van vader op zoon gekomen. Dus wij zijn hier geboren. En we zijn er gewoon altijd gebleven. Niet verder gekeken eigenlijk dat je hier was. En altijd naar je zin had. Mijn vader was geboren, mijn opa was geboren en mijn moederskant komt ook van de boerderij. We hebben allemaal boerenbloed in. Maar vanaf zo klein, die kolopen heb ik al dieren. We begonnen met kippen en konijnen en geiten. Toen wij op de lage school was, laat me zeggen, het eerste karrewijtje, laat me zeggen, was de koeien halen. En toen moesten ze alle koeien er vastgezet worden en in de zomerdag de melkbussen van de weg afhalen. Dat waren de eerste karrewijtjes. Altijd met levend beest, levend vee, levend materiaal bezig. En dan ga je natuurlijk altijd, als je dan je brood er ook mee kan verdienen, ja, dan is het allemaal goed. Moeilijk is, dat zal ik je gaan vertellen, de hele papieren over. Maar wij zijn geen computerboeren, dus dat wordt het weer moeilijk. You could have done something, but you didn't try. Zelfstandig zijn. Mm-hmm. Moet ik wel zeggen dat het de laatste jaren steeds minder aantrekkelijk wordt. Er komen zoveel wegen en ambtenaren bij je over je werf heen. En die komen zeggen dat je moet zo doen en je moet het zo doen en je moet het zo doen en daar moet jij gaan bepalen en daar moet jij gaan. Het zelfstandige, het vrije gaat steeds meer weg. Wij moeten niet kijken naar de uren die wij maken. En we moeten ook niet kijken bijvoorbeeld naar het vermogen wat wij gebruiken. En we moeten ook niet kijken wat wij per uur verdienen. Want als we daar, dan lopen ze allemaal gelijk weg. Mm-hmm. Verdienen we net zoveel als jullie met de supermarkt gaan werken. Mm. Die stevelingen, die weten bij lange na niet meer wat er op het platteland werkt. Als je natuurlijk bij jou de klas mee zou nemen, en je laat ze door de stal in lopen, beginnen een heleboel te gillen natuurlijk. Hè? En dan hebben ze nog niet van, doet eens even een koemelken of houdt eens even eentje vast. Daar komt de melk vandaan en hoe zit die? Ze weten er natuurlijk helemaal niks meer van. En daar zal toch eigenlijk een klein beetje aan gewerkt worden. Want als je natuurlijk bij die kleine jongens komt en zegt, waar komt de melk vandaan? Uit de supermarkt.